Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Hoeksysteemjournaal. Mijn naam is Christian. En ik ben Rosalie. Is een brede scholengemeenschap in Arbeidland van MAVO tot en met het gymnasium. Iedere maand maken wij een aflevering over de opvallende gebeurtenissen in en rondom onze school. In deze aflevering hebben we onder andere het jongerendebat Hoekse Waards en een nieuwe musical update. Onlangs hebben we oud-leerling Pip C geïnterviewd. Misschien ken je haar wel als oud-presentatrice van HLTV. Momenteel doet ze iets heel bijzonders. Ze gaat namelijk een groot gedeelte van de wereld rondzeilen. Hier wil ze nog graag wat over vertellen. Hallo allemaal, vandaag zit ik met oud-leerling Pip. En misschien kennen jullie Pip wel. Ja, misschien kennen jullie mij. Ik ben al een paar keer eerder op het journaal voorbij gekomen in de afgelopen jaren. Dus dat is misschien wel leuk om terug te zien. Ja. Ik heb gehoord dat jij een heel erg tof idee hebt. Je gaat iets heel erg speciaals doen. Ja. Je gaat namelijk een wereldreis maken. Ik ga deze reis maken samen met mijn vriend. En wij hebben eigenlijk beide onze dromen gecombineerd. Vanaf Malta gaan wij varen. Daar starten wij dan over 2 weken. Ja. En dan gaan wij naar de eilandengroep bij Gran Canaria. En vanaf daar gaan wij een 3 weken lange oversteek maken naar het Caribisch gebied. En daar zullen we dan ook voor de volgende 5 maanden, zullen wij daar dan ook gaan rondtoeven en alle eilanden inderdaad bekijken en zien. Voordat wij weer inderdaad via Amerika een stuk naar boven weer terug gaan naar Europa. Ja, het is natuurlijk best een hele reis dat je gaat maken en ja. Heel veel herinneringen die je gaat maken. Ja. Wil je dit ook gaan vastleggen of hoe ga je dit allemaal doen? Ja, dat zeker. Ik ga alles vloggen, dus dan weten jullie dat. Zeker kijken allemaal. Dus eind oktober komt het allereerste filmpje online op YouTube te staan. We hebben al een eigen kanaal aangemaakt. Dus daar kan iedereen alvast op klikken. Maar de eerste beelden zullen inderdaad dan eind oktober verschijnen. En dan krijgen jullie ook echt te zien hoe dat nou in zijn werking gaat. Ja. Want ja, een wereldreis over zee is ja, toch net iets anders dan dat inderdaad je zo je backpack pakt en gaat. En zelf heb ik wat minder ervaring en ik wil ook graag iedereen die het leuk vindt om te zien ook meenemen in oké, wat gebeurt er? Je vaart weg, hoe ja, ga je dat leren? Hoe leer je eigenlijk goed zeilen en ook op zee? En hoe ga je zo meteen vis vangen en eten aan boord als je 3 weken niks anders ziet dan water? Nou, dit zijn stukken waarmee ik ook echt hoop om iedereen ook om mij heen en die dat leuk vindt te inspireren en ook mee te nemen in het proces van de reis. Het Puppenfeest is alweer een aantal weken geleden. Wil je weten hoe het was? Kijk dan mee. Hallo allemaal, we zijn hier op het Puppenfeest en ik sta hier met 2 eerstejaars. Wat verwachten jullie van de avond? Ik denk dat het wel leuk wordt. Ja? Ja, een hele gezellige avond. Heel veel leuke muziek. Ja, heb je er zin in? Ja hoor. Oké, top. Hebben jullie er een beetje zin in vanavond? Ja! Dan is het nu tijd voor het korte nieuws. In 2014 vielen er 92 verkeersdoden in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar. Uit onderzoek blijkt dat jongeren een kwetsbare groep zijn in het verkeer. Met het project Kruispunt wil het Hoeks Lyceum haar leerlingen bewuster maken van de risico's die zij lopen in het verkeer.
De brugklasleerlingen hebben vol enthousiasme in groepen gedebatteerd over diverse stellingen en zodoende veel geleerd met betrekking tot een veiligere deelname aan het verkeer. Als afsluiting van deze periode presenteerde de kunstklasse op donderdag 20 november de projecten waarmee zij al een lange tijd mee bezig zijn. De disciplines drama, beeldende vorming, muziek en film kwamen aan bod. Meer informatie over bijvoorbeeld excursies of de debatclub zijn terug te vinden op onze schoolsite, Facebook en Instagram. Tips en ideeën zijn altijd welkom en hou eens in de gaten via social media. De repetities van de musicals zijn in volle gang. We hebben twee leerlingen hierover geïnterviewd die hier veel meer van weten. Wie zijn jullie en wat is jullie taak binnen de musical? Ik ben Tabitha en ik zit in HAVO 5. En ik ben Coco en ik zit in VWO 5. En wij regisseren samen met de docenten de musical van dit jaar voor ons profielwerkstuk. Voor welke musical is dit jaar gekozen? Dit jaar is gekozen voor de musical Aladdin. Hij is vooral gekozen door de docenten, omdat de musicalleerlingen toch wel de Disney musicals het allerleukst vinden. Hoe gaan de repetities tot nu toe? De repetities verlopen heel goed. Om de week hebben we een musical repetitie waarin we de scènes doorlopen. En de andere weken geven wij zang, acteer of dansles. Ook wordt er heel hard gerepeteerd door het orkest en wordt ook heel hard gewerkt door de decorbouwers, want zij bouwen ons mooie decor. Waar en wanneer is de musical te zien? De musical is te zien in de aula in het Hoeks Lyceum op maandag 18 februari en dinsdag 19 februari 2019. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde Stichting Sein met onze school, de toekomstige gemeente Hoekse Waard en de bibliotheek Hoekse Waard het jongerendebat Hoekse Waard 2018. Het debat met leerlingen uit 4 HAVO en een aantal lokale lijsttrekkers vond plaats in de aula van onze school. Aan bod kwam onder andere de onderwerpen wonen, werken, scholing, recreatie en uitgaan, voorzieningen en openbaar vervoer, sport en recreatie, veiligheid en leefbaarheid. De jongeren kregen daarnaast ook de kans om eigen punten aan te dragen. Moet het metrostelsel in Hoekse Waard worden aangelegd met aansluiting op Rotterdam? Wie zegt nee? Heel toevallig. Het is goed om met belastinggeld vervolgopleiding MBO en HBO naar de Hoekse Waard te halen. Er moet een megabioscoop komen in de Hoekse Waard. Oké, pak even die kaartjes, want we gaan stemmen. En op, politie, ik vraag jullie ook zo meteen te stemmen, maar eerst de leerlingen. Wie zegt ja, dat is een goed idee, er moet een megabioscoop komen. Nu wel groen omhoog. Ja, groen, heel duidelijk omhoog graag. En wie zegt nee, dat is geen goed idee? Rood omhoog. Oké. Okay. Het is ook wel fijn dat we wel weer een activiteit in de zwaar en dat is wel weer beter, dan had je s'avonds wel weer wat te doen. Oké, dan hebben we weer wat te doen om ons niet te vervelen. Ik denk niet dat het een vraag is in de zwaar van de grote bioscoop. Oké, we zijn op bioscoop in Rotterdam, er is iets genoeg vraag. Er wordt nu een onderzoek gedaan naar een bioscoop, slash theater, slash horeca gelegenheid, of dat te doen is in de zwaar. En als dat positief is, hebben we daar natuurlijk een akkoord gegeven. Er moet een ziekenhuis komen, nu al. Oké, alleen het CDA, die zegt nee. Alle anderen behalve het CDA. Natuurlijk zou het geweldig zijn als we in de Hoekse Waard een mooi ziekenhuis kunnen hebben. Alleen er zijn geen ziekenhuizen die zich hier kunnen vestigen, die kunnen concurreren tegen een Icazia, een Maastad, een Albert Schweitzer. En dus het is voor de Hoekse Waard gewoon niet rendabel om dat te doen. Eén van de twee middelbare scholen in of uit Oud-Nijland moet verhuizen naar Binnenmaas of Strijen. Dan denk ik over na en dan vraag ik nu, wie is hier voor? Zet dan nu de groene duim omhoog. Oké? Okay. En wie is tegen? Ik zie iets meer tegen dan voor. Wat vonden jullie ervan? Vonden jullie het leuk? Wil je in dat geval even de groene duim omhoog doen? En wie vond het helemaal niet leuk? Wie vond het echt super suf? Oké, niet durft. Nog steeds in de groene duim. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. En tot de volgende keer. Mijn naam is Christian. En ik ben Rosalie.